Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Haasbeek Herenhof, Kroes & Partners, Passie voor Slapen, Bouwcenter Goedhart, Groene Hart Leerpark, Fantasie Compagnie, Stichting Max en de volgende partijen. Hallo jongens en meisjes, leuk dat jullie er weer zijn om te kijken naar het Sinterklaasjournaal. Iedereen van harte welkom. We hebben weer een bomvolle aflevering voor jullie, waar van alles kan gebeuren, dus laten we maar gauw beginnen. Gisteren hebben we kunnen zien hoe Super Piet een superheldendaad verrichtte door Romantipiet onder een stapel pakjes uit te halen. Ik ben benieuwd wat Super Piet vandaag gaat beleven. Ik hoop voor Orde Piet en Super Piet wel dat ze een beetje zachtjes doet. Door al het lawaai dat Super Piet en Fantasie Piet maken, kreeg de Orde Piet een beetje hoofdpijn. Ja, wat verwacht je ook als je in een kamer naast een superheld zit? Kijken jullie mee naar de pakjesboot? Zeg, Fantasie Piet. Heb je die verhaaltjes van gisteren al goed in een stripboekje gezet? Jazeker, je staat er goed op hoor, Super Piet. Al moet ik wel toegeven dat ik niet zo'n hele goede tekenaar ben. Nou, dat ziet er echt fantastisch uit. Maar nu moeten we wel nieuwe avonturen gaan beleven. Ja, dat klopt, zeker. Mm-hmm. Maar wat? Nou, ik heb daar al even een beetje over nagedacht. En waar jaagt een held op? Muggen. Ja, dat ook. En op wat nog meer? Een superschurk. Precies. En daarom moeten wij op zoek naar een schurk. Maar hoe vinden we die dan? Want het is toch niet zo dat iemand een schurk in zijn schoen heeft gevraagd? Toch? Nou, nee, ik mag hopen van niet. Nee, maar ik heb misschien wel wat. Wat dan? Nou, ik liep gisternacht door de diepste ruimen van de boot. En toen... Zo, dat begint spannend te klinken, zeg. Wat deed de Fantasiepiet zo diep in het ruim? En hoe diep is dat ruim wel niet? Laten we maar gauw verder kijken. Ik ga ondertussen denk ik even popcorn pakken of zo. Nou, ik daalde dus steeds lager met de lift. En toen? En toen kwam ik in een ruimte waar ik nooit eerder geweest was. En het was er super donker en zelfs een beetje griezelig. Oh, dat klinkt wel heel erg. Ja. Maar wat deed je toen? Nou, ik was wel een beetje bang natuurlijk. Maar ik had ook zoiets van, ja, hier kan een super spannend verhaal in zitten. Dus ik dacht, nee, gewoon doorlopen. Maar toen zag ik ineens iemand staan. Wie zag je? Ja, dat kon ik dus helemaal niet goed zien. Dus ik probeerde beter te kijken en toen zag ik... Dat het er twee waren. Het waren er twee en ze hadden het ergens over. Kon je verstaan waarover? Nee, niet helemaal goed, maar ik deed mijn best. En ze zeiden iets van... Even denken. Ze zeiden... Het heeft nu wel lang genoeg geduurd. Het is nu klaar. Dat zou een boevenbaas ook zeggen. Nou, precies, dat dacht ik ook. Dus er zit een boef op de boot. Ja. Of erger nog, zelfs twee. Oeh, ze durven wel hoor. Zomaar gewoon op twee boeven afgaan. Maar wat ik me nou afvraag, hoe komen die boeven op de boot? Het lijkt me best wel een klus om langs al die pieten te komen. Misschien zijn het wel hele sluwe boeven. Het is maar goed dat de Superpiet erop afgaat. Misschien kunnen we ondertussen even op de boot kijken of we misschien een spoor van de boeven zien. En we gaan weer recht vooruit. Nee, niet opzij, nee, niet opzij. En we gaan weer recht vooruit. Hey, hallo daar. Tijd niet gezien. Hoi, Stumper Piet. Leuk om je weer te zien. Gaat het allemaal goed daar? Ja, we gaan weer rechtdoor. Niet meer schommelen, niemand misselijk. Iedereen blij. Nou. Dat is goed om te horen. Hey, je moet niet in paniek raken hoor, maar ik vraag me af, heb je toevallig iets van boeven op de boot gezien? Er ging iets niet helemaal goed. Ik verstond boeven op de boot. Kun je dat nog een keer herhalen? Ja, dat zei ik inderdaad, Stumper Piet. Heb jij misschien boeven op de boot gezien? Boeven? Nou, nee, niet hier op de boot. Hoor hem. De enige boeven die we hebben... Zijn vast speelgoed ingepakt. Weet je dat heel zeker, Stumper Piet? Nou, ja. En als er echt boeven zijn,
dan wil ik dat liever niet weten. Brr. Boeven. Nou, Stumperpiet, ja, weet je, ik kan het me ook wel voorstellen. Het lijkt me natuurlijk geen pretje om in een stel van die rare boeven op een boot te zitten. Maar goed, gelukkig hebben ze ook Superpiet aan boord. En die lost het vast wel op. Is het nog ver? Nee, niet ver meer. Is het nog ver? Nee, we zijn er bijna. Is het nog heel ver? Ja, heel ver. Nou, zo te zien moeten ze nog eventjes. Maar hoe diep is dat schip wel niet, jongens? Nou, het moet natuurlijk ook wel een heel diep schip zijn, want alle snoepgoed, pakjes, strooigoed, dat moet er allemaal in passen. En vergeet het voer voor het paard niet, hè? Hey, over dingen ergens inpassen gesproken. Ik vind dat René wel heel goed op dit moment in de uitzending past. Dus laten we maar gauw overschakelen naar René. René, kom er maar in. Hallo jongens en meisjes, wat leuk dat jullie weer in grote getalen zijn komen kijken naar alweer zo'n belangrijke tip om jullie veilig en gezellig door de Sinterklaasperiode heen te loodsen. Van... René van het NPC. René van het NPC. Oh, catchy. Ik heb het al eens een paar keer over dit fenomeen gehad, maar ik ga het vandaag gewoon weer doen. Huisbezoeken. Sinterklaas kan met 2, 4 of 17 pieten bij jou op huisbezoek komen, meestal op of rond pakjesavond. En op dat moment heb je natuurlijk je hele huis al helemaal versierd met cadeautjes, slingers, vlaggetjes. Ja, en dat laatste, dat kan nou juist het probleem opleveren. Want als je vlaggetjeslijn niet hoog genoeg hangt, oh, 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 oh. Sinterklaas komt namelijk altijd met die mooie gouden staf binnen. Je kent die stel, die prachtige stok met die mooie krul eraan. Hang dus je vlaggetjeslijn hoog genoeg, want ik ben er wel eens bij geweest dat Sinterklaas bleef hangen in zo'n vlaggetjeslijn. Drama! Die vlaggetjeslijn zat namelijk ook nog gespannen tussen twee dingen die niet helemaal goed vaststonden. Een vaas en een beeldje. Nou, alles viel op de grond. Wat een bende. Dus... Kortom, mijn tip is, hang in ieder geval je vlaggetjeslijn hoog genoeg, zodat ook Sinterklaas met zijn mijter eronder door kan. Je moet er toch niet aan denken dat hij eigenlijk een petje op zou moeten zetten. Dat is helemaal niet chic. Kortom, zorg goed voor je huis, dan zorgt Sinterklaas goed voor jou. Bedankt voor het kijken. Nog één keer de jingle, jongens. René van het NPC. René van het NPC. Oh, oh, catchy. Nou, dat was een goede tip van René. Ik ga straks gelijk de vlaggetjes in de woonkamer even wat hoger hangen. En van hoger gaan we naar lager. Lager en dieper het schip in. We gaan kijken bij Superpiet. Weet je zeker dat het hier is? Ja, we zijn ongeveer 9000 stapjes naar beneden gegaan. Dit is echt het diepste punt van de boot. Ik hoor inderdaad wel iets. Wat kan dat zijn? Geen idee, dat hoorde ik gisteren niet. Laten we maar doorlopen. Oké, hierachter hoorde ik gisteren twee boeven praten. Zullen we heel zachtjes naar binnen gaan? Ha! Nee, zachtjes naar binnen sluipen is niks voor een superheld. Superhelden stormen naar binnen. Maar wat nou als het er niet één, niet twee, maar dat het wel 40 boeven zijn naar binnen? Jij hebt gisteren zeker 1001 nachten gelezen? Ali Baba en de 40 rovers? Misschien. Klaar of niet? Hier komt Superpiet. Oeh, die moet ik onthouden. Die klinkt catchy. Pas op, schorriemorrie. Superpiet komt eraan. Oh, wat gebeurt er, Superpiet? Ik ben gestruikeld. Kan iemand een lichtje aan doen? Ja, ik. De boef, waar is hij? Eindelijk, hij doet het. Help elkaar. Was dat alles? Nee, toch? Ik heb het lichtknopje gevonden. Hè? Poef, Piet. Wat is er gebeurd? Mijn mooie lamp. Oh. Mijn mooie beretlamp. Daar heb ik 7 jaar aan gewerkt. En nou is hij weer kapot. En de Sint had nog wel gezegd dat ik op moest schieten. Oh, dat was de Sint. Ja, maar
Wat komen jullie eigenlijk doen? Alleen een beetje mijn lamp kapot maken? Sorry, Poefpiet, dat was echt niet de bedoeling. We dachten dat je een boef was. Ik? Een boef? Ja, een klein misverstandje, maar hier, misschien kan je hem nog maken. Nou, dat vraag ik me af. Ik bedoel, het is wel superbiet, hè? Nou, geef hem nog even aan. Gaan we kijken of hij het nog doet. Die er weer in. Dan ga ik hem even aanzetten. Zo, nou zo kennen we de lamp van de Poefpiet weer. Ik hoop wel dat er niemand gewond is geraakt. Laten we gauw verder kijken. Moest dit gebeuren, Poef? Nou, gisteren gebeurde dit ook nog. Dus ik ben maar één dag werk kwijt. Sorry, Poefpiet, dat was echt niet de bedoeling. Nou, een foutje moet kunnen. Maar ik ben wel blij dat als er een boef is, dat jij tenminste ingrijpt. Ja, daar heb je wel een punt, Poef. Maar Fantasie Piet, als we dit in het stripboek zetten, zullen we dan ietsje aanpassen? Ja, dat lijkt me een heel goed plan. Die Super Piet toch. Maar ja, Poef Piet had wel gelijk. Er is tenminste één Piet die in actie komt als er boeven zijn. En dat is ook heel belangrijk. We zijn door de tijd heen voor vandaag, maar er is ook goed nieuws. Morgen zijn we er weer. Tot dan! Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Haasbeek Herenhof, Kroes en Partners, Passie voor Slapen, Bouwcenter Goedhart, Groene Hart Leerpark, Fantasie Compagnie, Stichting Max en de volgende partijen.